Vaak is een liefdeslaatie een soort rouwhandel. Hè? Dan krijg je ook dingen als pikstraf. Oh, jij bent nu niet lief voor mij geweest. Ja, dat vind ik geen ware liefde. Ware liefde was wat mijn moeder. Als ik nu een moord zou plegen, zou mijn moeder mij nog iedere week in de gevangenis komen opzoeken. Dat is voor mij ware liefde. Dat ondanks de acties van dit poppetje, jij toch gewoon mijn ware aard blijft zien en van mij blijft houden. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In de rubriek seks praat Nienke dit keer met Patrick Kikker. Patrick kennen we sinds de jaren negentig als radiodj bij onder meer Veronica en 3FM. Hij was een van de eerste in Nederland die al in 1998 begon met een website met grappige filmpjes en linkjes. Tien jaar later was hij ook een van de eerste en populairste podcasthost inmiddels van Nederland. Wat niemand weet is dat Patrick al twee jaar geen seks met heeft gehad en daarover graag in gesprek wil gaan met Nienke. Welkom Patrick. Ja, dankjewel. Hoe uh, is het zo voor jou om aan deze kant van de microfoon te zitten? Altijd even spannend, zeker met dit onderwerp, maar we gaan ervoor. Ja. Nou, misschien om een beetje de spanning uh, er voor jou af te halen. Wij hebben sinds dit seizoen, sinds dit jaar, um, hebben wij een nieuwe sponsor ah. voor uh, seks, Relaties en liefdes. Dus ik mag jou uh, het eerste presentje daarvan mag ik, uh, aanbieden. Oh, wat lief. Alsjeblieft. Ja, Bobby's gin omdat wij natuurlijk um, uit Schiedam komen, in Schiedam zijn. Wat goed. En uh, Bobbies, uh, ja, die gaat ons dit jaar sponsoren. Dankjewel, Bobbies. En, en jij natuurlijk ook. Nou, ja, ja, graag gedaan. Ja. Word ik hier opgewonden van? Uh, nou, het ligt eraan in welke hoeveelheid setting. en op welke setting je <laughs> ja, drinkt. Maar het zou zomaar eens kunnen. Wel leuk. Ik ben zelf ook altijd van de cadeautjes uh, weggeven als mensen bij mij thuis komen voor een podcast. Dus dit vind ik leuk. Het leuke binnenkomen. Nou, fijn. Haalt een beetje de spanning uh, eraf. Ja. Ja. Um, ik ben eigenlijk wel heel erg ontzettend uh, nieuwsgierig naar jouw verhaal. Ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Zou jij die eens willen delen? Ja, het eerste wat toch in me opkomt, is vertrouwen. Uh, ik bedoel, het, het lukt mij al niet om in een bed te slapen met iemand die ik niet vertrouw. Laat staan dat ik met iemand uh, intiem zou willen zijn die, uh, die ik niet vertrouw. Dan, nou, daar komt ook meteen het woord angst op. Angst is ook, geeft, hangt ook samen met, met wat jij opnoemt. Seks, vooral met name relaties natuurlijk. De angst om verlaten te worden of zo. Is Kijk, dat, is dat een echt een reële angst bij jou? Um... Wel lang geweest, ja, lang geweest. Ik zocht altijd wel de bevestiging, omdat ik... Ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat ik ook wel een aantal relaties heb gehad... die om de verkeerde reden gestart waren. Weet je, als je wat bekender wordt... dan wordt ook een ander type vrouw geïnteresseerd in jou... De vrouw die denkt, hé, hey, ik kan met hem op de rode loper bij Tuschinski in Amsterdam lopen. En dan worden er foto's van ons gemaakt. Ja, nou, heb, ik... heb ik jou daarover horen zeggen, de out of your league vrouw? Ja, ja, ja. Ja, ja, die vrouwen die normaal gesproken denk niet zoveel interesse in mijn zouden Maar die vooral mijn naam interessant vonden. En het feit dat ze dan konden zeggen, weet je met wie ik nu ben? Dus dat heeft wel een en ander kapot gemaakt, denk ik. Vertrouwen althans in de liefde. Dus ook bang zijn dat iemand om de verkeerde redenen bij jou is. Ik moet er nog drie, hè? ja. Je hebt Kijk, wat, twee. Had ik, wat had ik? Vertrouwen, angst. Energie, moet ik aan denken. De energie die je erin stopt. Ja, want ik ben toch vaak de kartrekker geweest in relaties. Ik was maar altijd attent En dan liep, liet iemand het woord bluff vallen. En dan had ze de dag daarna nou, al de nieuwe cd van bluff in de, in, in, in de bus. En ze, liet een, weet ik, ze zei, oh, ik zou nog wel een keer naar de Dominicaanse Republiek willen. En twee weken later zaten we in het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek. Dus ja, de energie die je erin stopt. En was dat dan ook wederzijdse energie die erin werd gestopt? Of was dat dan weer in de verkeerde relaties? Ja. Nou, ik heb ook wel eens andersom gehoord dat een, een vrouw waar ik zes jaar mee samen ben geweest zei: Ja, maar jij bent ook niet bij te houden in jouw attentheid. Want jij, jij, bent, jij, jij onthoudt alles. Jij zuigt alles op als een spons. Dus, dus ik, ik kan daar bijna niet tegen opboksen, tegen. Dus die kocht dan wel eens af en toe een leuk vest voor me of zo. Maar dan had ik alweer, was ik alweer drie stappen verder en had ik alweer allerlei andere dingen voor haar aangeschaft. Of, of bedacht. Of, ja. Lust komt ook in me op. Heeft, is natuurlijk ook, ook belangrijk. Ik bedoel, verlang ik naar jou? Wil ik, wil ik bij jou zijn? En, en is dat dan um, in, in de seksuele context of überhaupt in het samen zijn met? Ja, dus ja, verlangen misschien een beter woord. hè? Ja, er samen mee willen zijn. Dat je iemand... Echt, ik, oh, ik zie jou overmorgen weer of zo. Dat sfeertje. En als je dan samen woont, wordt dat dan ook in die mate geuit? Heb ik twee keer geprobeerd. Het is allebei niet zo... <laughs> nou ja, wat is een succes? Ik ben er wel achter dat ik niet de type ben om, uh, om samen te wonen. Ik heb ook mijn eigen huis nog steeds. Mijn vriendin en ik wonen niet samen. En um, ja, nee, in samenwonen... Ik vond het wel gezellig in het begin. Ja, het levert ook heel veel ergernis op. Over inderdaad de stomme kleine dingen. De, de, de schoenen die blijven slingeren. Ik ben ook een beetje een autist. Als mijn vriendin een potje pindakaas. of een potje appelmoes. op een andere plank terugzet. dan kan, dan kan ik al van in de stress gaan. Helemaal niet herkenbaar hier in huis hoor. Dus dan denk je ook. ja, wat moet ik dan in godsnaam gaan samenwonen. met iemand? Dan wordt het echt van ja. nou ja, ik vind het gewoon fijn. als dat potje pindakaas daar staat. Ja, maar. Ja. ja. Ja, en, en nu dat je dus niet samen woont, werkt het anders? Voelt het anders? Ja, het voelt als twee werelden. Ik ga ook straks naar mijn vriendin toe, dan ben ik een andere versie van dan dat ik in de in mijn Mancave zit. Ja. <laughs> ja. En wat is die andere versie dan? Nou, die is een stukje socialer, die, die, die helpt mee. Um, ja. Die durft, denk ik, wat liever te zijn. Ook ik ben als ik in Vinkerveen ben, ben ik echt wel gewoon. Ja, het staat ook als werk in mijn Google Maps. Mijn huis in Vinkerveen is bijna gewoon een soort werkplek. En mijn thuis is toch wel waar zij woont. Dat is wel weer heel lief dan. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar ja, dat. En moest ik er nog één? Ja, nog één. Even denken. Uh... We hebben angst, vertrouwen, um... energie. Energie en lust, dan wel verlangen. Lust. Um... Ja, luisteren denk ik toch ook. Of, of ja, de connectie, luisteren. Ja, dat moet kiezen natuurlijk. Hè? Die verbinding die je wil maken, natuurlijk gewoon. Ja, dat verbinding dan maar. Ja. Ik uh, heb vijf stellingen voor jou. O, wauw. Ja, maar uh, voordat ik jou die stellingen ga voorleggen, wil ik jou als luisteraar natuurlijk vragen om je te abonneren als je geen enkele aflevering van seksrelaties en liefdes wil missen. Ben jij er klaar voor, Patrick? Yes. Ja? Ben je het zeker? Ja. Oké. Okay. De ware liefde bestaat. Ja, maar niet in de vorm zoals wij denken dat die bestaat. En hoe denken wij dan dat die bestaat? Nou, dat het dat, in dat, dat, dat een andere persoon... Uh, dat het iets buiten jou is. Oké. Okay. Ik geloof echt wel dat ware liefde iets is wat je... Ik heb wel eens zo in zo'n boek gelezen... Wij zijn liefde op zoek naar onszelf. Dus dat liefde gewoon jouw ware inborst is... En we zijn constant de hele dag die reflectie daarvan aan het zoeken. Dus ik geloof wel in dat jij die liefde bij mij heel erg kan aanwakkeren. Maar dan is het nog steeds iets van mij. Dus de ware liefde bestaat, ja, maar niet in de buitenwereld. Nee, maar je moet hem zelf dus voelen. En je mag hem wel voelen voor een ander. I ja, er, iemand anders maakt hem een soort los bij jou ja. of zo. Hè? Maar denk je dan dat, dat, dat men daar anders over denkt? Nou ja, vaak wordt het toch op het poppetje geprojecteerd. Want Jij hebt je ware liefde gevonden. En diegene moet dan ook bij jou blijven. Maar het is toch iets van mij, dus. Ja, maar is het dan niet iets wat je, um, hè, wat, wat we in de uh, podcastaflevering bij jou besproken over wat maakt nou een relatie? Mm -hmm. Nou, in, in jouw beleving is dat dus inderdaad als ja, twee mensen maken samen een relatie. Ja. Maar is dat dan ook niet wat ware liefde is? Dat dat dus tussen twee mensen uh, bestaat. Want ja. de één. Roept het op bij de ander, maar de ander voelt het. Ja, dat is waar. Ja, ik hoop dat ik hoop. Kijk, vaak is een liefdeslaatje een soort rouwhandel. Hè? Dan krijg je ook dingen als. Wat ik dat straks ook liet vallen dat woord: pikstraf. Oh, jij bent nu niet lief voor mij geweest. Jij, uh, ik onthoud jou mijn liefde dit weekend. Ja, dat vind ik geen ware liefde. Maar, ware liefde was wat mijn moeder. Kijk, als ik, als ik nu een moord zou plegen, zou mijn moeder mij nog iedere week in de gevangenis komen opzoeken? Dat weet ik 100% zeker. Dat is voor mij ware liefde, dat ondanks de acties van dit poppetje, jij toch gewoon mijn ware aard blijft zien en van mij blijft houden. Maar kan dat dan niet tussen uh, twee, twee volwassene partners bestaan? Jawel, maar ik merk toch vaak dat het toch aan voorwaarden gebonden is een beetje. Of ik heb me dat zelf in mijn hoofd gezet, dat of kan ook. Of is dat hoe jij het hebt ervaren? Nou ja, van mijn vaders kan bijvoorbeeld wel. Mijn vader was natuurlijk altijd, was natuurlijk, ja, die was vaak... Waarom ben je toch zo? Weet je wel, dan ga je als kind denken: Oh, ik moet dus op een bepaalde manier zijn. En dan. Om jouw liefde te kunnen ja, ontvangen. Dan krijg ik van jouw liefde. Dan hou jij ja. van me. Maar zit er dan ook een stuk onvoorwaardelijkheid in? Ja. Of vind je ja, ja. op dat moment voorwaardelijkheid ja. in? Ja, dat. Ja, dat. En dat heb, ik ben dat in een liefdesrelatie, ik kom het wel tegen. Maar niet altijd. Nee. Ik vind het wel zonde. Want liefde zou toch inderdaad iets universeels moeten zijn. En niet afhangen van jouw acties. Nee, maar ik denk ook wel dat. Uh, dat het er ook oprecht kan zijn tussen twee partners. Alleen het zal er niet binnen elke relatie zijn. Zeker ja. niet. Want het moet ook iets zijn waartoe je in staat bent om mm. dat te kunnen. Ja. Kunnen houden van de ander, ongeacht wat, wat er gebeurt. Of ja. ongeacht het gedrag ja. wat er plaatsvindt. Ik heb natuurlijk veel uh, spirituele figuren geïnterviewd. Onder andere Byron Katie. En ze zegt, zij zegt bijvoorbeeld, er is alleen maar liefde... of een verborgen roep om liefde. En dus dat diegene die keihard staat te tetteren op de hoek van de straat en kwaad is en zo, dat die eigenlijk roept: heb mij lief. Ja, zie mij, ja, hoor zie mij. Ja. En dat vind ik zo mooi, dat je dus ook bijvoorbeeld in een ruzie, dat je eigenlijk gewoon dat kan vertalen of zo. Hè. Dat je weet, maar jij, roept, jij spreekt een enorme behoefte uit. Je doet het op een hele lelijke manier, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar jij roept eigenlijk keihard om liefde. Ja, en ik krijg er ook kippenvel van. Het emotioneert me zelfs, dat ik denk, ja, dat. Als je, als je op dat punt komt dat je die liefde kan, zelfs in een ruzie, die liefde kan herkennen. Maar ja, wat gebeurt er vaak met een ruzie? Dan wordt, dan wordt het nog, nog dagenlang, wordt het je nog verweten of zo? Ja, maar zo, als jij zo blijft doen. Ja, ja, nee, maar dat is, maar dat is denk ik waar de ware liefde om gaat. Ja. Dat kunnen. Volgende stelling: hmm. seks moet een belangrijke rol hebben binnen een relatie. Ja, dat wordt ons wel aangeleerd. Hè? Nou ja, je, je hoorde het al in de intro. Ik, ik, ik zit in een relatie en we hebben inderdaad al, al ik denk, een kleine twee jaar geen, uh, niet, niet meer de daad verricht. Zo maar, en, zo en jullie zijn nu drie jaar samen? Ja, drieënhalf. Ja. ja, allerlei oorzaken ja, daar hoop ik met jou natuurlijk straks ook een beetje <laughs> achter te komen, maar nee, we zijn er wel achter gekomen dat dat het niet moet, want dan waren we toch al lang uit elkaar geweest, denk ik dan, als dat zo belangrijk was geweest. Ja, maar um, heb je dat voorheen wel als dusdanig ervaren? Hmm. Verdenk, denk er dan aan mijn vorige relatie. Nou, het was een soort in mijn vorige relatie was het een soort graadmeter. zij ging zich op een gegeven moment helemaal voor mij afsluiten. Ja, dan komt het ook niet meer tot seks natuurlijk. Nee, want seks gaat ook om verbinding. Ja, en dan ja. moet je openstellen voor die anderen. Zeker als vrouw. Ik, kan me ik bedoel, er heeft ooit één keer één vrouw ongewild haar tong in mijn mond gestoken. Dat weet ik nog tot de, da Op de dag van vandaag. Dus ik zit ook te denken: hoe moet het voor jou als vrouw zijn als je je letterlijk opent voor iemand die, die dan bovenop je komt liggen of zo? Ja, ik snap het ook wel. Het is iets, het is iets enorms qua overgave. En nee, het moet, het moet niet, wat mij betreft. Ik mis het ook niet echt, maar... Ma maken we de afwezigheid van seks groot? Ja, dat, dat vind groot? Ik, Ja, dat vind ik wel. Vooral omdat het zo'n ja, zo ding is: het is zoiets voor sommigen zelfs de basis voor een relatie of zo. Heb ik het idee? Oké, okay, wij, wij seks zijn seksen met elkaar, dus daarom zijn we ook bij elkaar of zo. weet ik het of ja. Nou, voor, voor heel veel mensen die, die geven er ook de invulling aan of de betekenis aan dat, het, uh, dat, dat, dat ze dan pas kunnen zien dat de ander van hen houdt. Oh, ja, nee, nee, want ik ben ook zo'n beelddenker. Weet je, ik heb ook ooit de diagnose ADHD gehad. Ik vind ook als je seks, als je seks, sek gaat bekijken, terwijl je niet gaal bent, is het toch ook een rare daad? Die benen in de lucht en dat bewegen en dat kreunen en, en dat. Och. Maar dat is ook, ik weet niet of je ook wel eens um, dat je, dat je uh, dan in een hotelkamer was, dan wel um, thuis kwam en dat, je gewoon, dat jij gewoon in je normale staat van doen was. Gewoon ja. Ja, ja. dagelijkse state of mind. En dat je dan bijvoorbeeld de buren Och. allemaal ja. kreungeluiden hoorde maken. Ja. Dat dat dus inderdaad, als jij dus inderdaad helemaal niet opgewonden nee. bent, dat dat heel gek is. Dat matcht totaal nee. niet, hè? Ik heb dat, ik vind het ook zo raar. als je bent klaargekomen dan. Is het bijna als je zoiets zo, zo ziet, die krijgt er een afkeer van. Ja, maar dan is dus gewoon die opwinding, die is dus weg. Ja, en dan kom, kom je eigenlijk weer een beetje bij. Ja, ja. Weer, weer word je een beetje normaal, dan word je weer. weer een beetje nuchter. <laughs> nee, ja, seks is mijn hele leven al een, een thema. Omdat ik, ik was vrij laat, ik was 19 toen ik voor het eerst seks had. En um, ja, ik heb als jonge jongen had ik pukkels en, puber en Ik was heel onzeker en thuis een soort voorbeeld gehad van mijn vader. van... Uh, ja, als er een blote tiet op tv is, wegwezen. Waar is de afstandsbediening? <laughs> Ik had met mijn broer, hadden we zo'n koffer met seksboekjes. Die lag verstopt onder het, de wasmachine. En dat plakte natuurlijk allemaal aan elkaar en zo. Ja, dat was natuurlijk één grote bende. Waarom plakte het ja, aan elkaar? Nou, er werd wel eens uh, de hand aan onszelf geslagen. En hadden jullie geen sok in de buurt nee, om ja, het uh... Nee, blijkbaar kwam dat per ongeluk dan op dat boekje terecht. Maar mijn moeder heeft die koffer ooit een keer gevonden onder die wasmachine. Dat kan ik me ook nog herinneren. Dat was ook een heel gedoe. Mijn moeder heeft me ook een keer betrapt met masturberen. Dat was ook zo jaloers. Oh, dat lijkt me wel oh, ja. een soort van ongemakkelijk. En toen zei ze de legendarische woorden: Doe het maar niet te vaak. Oh, oh en dan zit je dan met je tamboer. Ah, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Dus seks, ik, volgens mij hoorde ik mijn ouders ook voeren. Ik had de kamer naast mijn ouders, hoorde ik ze voeren ook wel. Ik weet niet met seks. Ik heb er een hele rare verstandhouding mee. Dat is wel duidelijk. Daar gaan we straks uh, oh, nog veel ja. meer over Stelling. horen. Nou ja, dat, dat mag ook allemaal door de stellingen heen verwerkt worden ja. hoor. Uh, de afwezigheid van seks maakt je minder man mannelijk. Ja, dat sowieso. Ja? Je gaat wel aan je twijfelen, ja. Want het lukt nog wel eens om af en toe een enorme erectie te hebben. Vraag me niet hoe, maar dat lukt nog wel eens. En dan, ga je, dan voel je je toch gewoon als man dat je denkt... Ha, het zit er dus toch nog. Ook al kan je er op dat moment niks ja. mee doen. Ja, ja het ja? is echt een... een... Maar wat, wat is dat dan? Ja, dat is dat wapen wat je dan in je handen hebt of zo, <laughs> letterlijk. Ja, het is toch een verlengstuk van je, ja, van je, mannelijkheid, van je ego, van je. Ik kan ook echt als ik als ik, als ik als pornozie of zo ik zie iemand, dan ik zo, die heeft een hand, die heeft een goede erectie. Alsof... Ja, Maar dat is altijd een beetje een vertekend beeld, ja? hè? Dat is niet helemaal oh, realistisch. Okay. Ja, ik weet niet, ik kan me ook nog een keer met een, met een... dat zijn wel die dingen die blijven er echt bij. Ja. Sorry, ik vind het een beetje gênant te vertellen, maar ik vertel het toch. Ik lag een keer met een vrouw in bed en die. Dus ja, die haalde mijn. Hoe noemen we het hier? Gewoon piemel? Ja, penis. Penis omhoog, omlaag uit de broek. En die zei: Nou, 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 Patrick, Patrick, Patrick. Ja, dat is een enorm compliment natuurlijk. Dat je denkt, dat is. Als je als vrouw een man een compliment wil geven. Is he, ze dat het? Zeggen van: moet je iets over de schoenen zeggen? Nee, als je de, 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 het lid in stijve toestand en zegt: nou, nou, nou. Ja, dat is en dan toch... op een positieve manier ja, ja, positieve bij kijken. Ja, op een positieve manier. Zo van, goh, wat een, een jeugdje, wat heb jij. Ja, dat is, dat is me altijd bijgebleven. Maar ja. dan, dan kan ik me voorstellen dat als die dus wel aanwezig ja. is... dat dat inderdaad een gevoel hoeft te van... oh, wat goed, wat fijn, ja, 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 ja. Wat, wat, wat lekker, ja. wat mannelijk. Ja. Maar het feit dat die dus dan, dan, dan niet aanwezig is... maakt dat jou dan ook minder mannelijk? Ik denk het wel. Eén van de laatste keer dat mijn vriendin en ik seks hebben gehad... toen ging het ook niet helemaal vlekkeloos, zeg maar. Toen werd hij slap of... Ik kan me niet meer zo heel veel van herinneren. Misschien blok ik het wel. Maar ja, dan vind je wel dat je als man toch een soort van tekort schiet, Of uh, terwijl zij het waarschijnlijk zichzelf aantrekt... en denkt, ja, ik zal wel niet meer aantrekkelijk genoeg zijn of zo. Ja, het, het doet, bizar hè, wat het ja, dan kan het, doen. Het doet iets met je zelfbeeld. Ja. En dat is raar. En, het, en wat ik daarin altijd jammer vind, is dat um, als, als mannen erectieproblemen hebben, of als, als mannen problemen hebben met de opwinding, waardoor ze die erectie niet kunnen krijgen of behouden, dan is dat natuurlijk onwijs zichtbaar. En is dat vaak is dat dus van een, een, een ding. Want je kan niet doorgaan met seks, of je gaat geen seks hebben. Terwijl vrouwen, als die dus onvoldoende op opgewonden raken. Um, en zij verliezen hun erectie. Want zij hebben in de clitoris de zwellichamen zitten. Um, en die hebben dezelfde functie... als dat de zwellichamen van de man hebben. Mm. Maar bij een vrouw is het natuurlijk... ten eerste al veel minder zichtbaar. Ja. Ten tweede, als de vrouw dan gewoon... wel seks wil hebben... Um, kan je het een beetje vochtig maken. Ja. Pak je een beetje glijmiddel erbij. Mm. En je kan dus wel seks hebben. Ja. Dus het, het is dus veel minder een belemmering. Ja. Ja, nee, dat is waar. Maar um, de, de, de stelling ging over de afwezigheid van seks maakt je minder mannelijk. Je betrok hem specifiek op de aanwezig, afwezig of aanwezigheid van een erectie. Als je kijkt naar überhaupt seks, want um, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat er geen seks is doordat je partner daar geen interesse in heeft of, of wat dan ook. Ja ja bij ons je bedoelt wel wat bij ons de oorzaak is wat ik denk dat de oorzaak nee, is nee 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 maar als dus gewoon de afwezigheid van seks ja hè ongeacht wat de oorzaak, wat de oorzaak daarvan is, is dat 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 je minder mannelijk maakt ja nee ja als man wil, ja je hebt toch een soort ja ik wil geen bewijs noemen maar het wordt ook bijna een soort van je, van je verwachten ik ga eens even lekker mijn vrouwtje verwennen dat klinkt natuurlijk heel heel maar wie verwacht dat ja, dan van nou, je ja nee dat is bijna gewoon een soort beeld wat je door de jaren heen hebt opgeslagen ik bedoel ik, maar het ergste is ook nog. Mijn vriendin zegt ook wel eens: van, ik, ik had bijvoorbeeld voorgesteld, zeg, we gaan het gewoon in de agenda zetten. Ik heb dat ook een keer ergens gelezen. We zetten gewoon zondagmiddag twee uur in de agenda seks. Heet ook. Ja. Zondagmiddag nee. twee uur. Het is heerlijk. Lekker ja. overdag. Ja, toch lekker overdag. Ja. Niks aan de hand. is toch voor de rest niks te doen. Ze zei ja, nee, maar als het op zo'n manier moet. Ik wil gewoon spontaan. Ik ja. sta in de keuken en ja, ik buig voorover. En ja, dat is vroeger inderdaad allemaal wel gebeurd. Maar ja, dat. dat maar de zin in seks is. Nooit spontaan. Nee. Seks is niet spontaan. Nou her, fijn dat ik dat hier is. Ik ga dit taak even knippen. Alsjeblieft. En dan stuur ik het via een voice message door in een loop. Nee, maar het lijkt, dat lijkt altijd zo in het begin van zo'n relatie. Maar dan ben je continu aan het investeren. Ja. Je bent continu ontvankelijk voor de mogelijkheid ja. voor seks. En we hebben het gedaan op het toilet bij de McDonald's. Ik weet nog, we waren op vakantie in Duitsland tegen een boom. Want in Duitsland is het lekker donker. Hè? Dus daar hebben ze weinig lantaarns. Althans in Winterberg waar we waren. Ik herinner die momenten nog wel. Maar ja, is het raar om dan na drieënhalf jaar te denken... Ja, dat, dat, dat kunnen we nu... Dat, Misschien dat zij dat denkt. Ik weet, ja, we hebben het er best. Het is een beetje de roze olifant in de kamer. Maar we hebben het er nog wel regelmatig over. Maar ja, het, het is iets geks. Het, uh, het, ja. Als het aanwezig zou zijn, zou jij je dan mannelijker voelen? Dat denk ik wel. Ja, het En doet waarin daarin zou je dat dan merken? Ja, een soort van. Nee, je hebt toch dat stemmetje in je hoofd van: dit gaat ons ooit opbreken. Het zou me ja? zekerder van de relatie maken. Het zou, het zou me. Want ik. Soms denk ik, want zij heeft daar wel eens tegen mij gezegd: van ja, ik gun jou, Word je dan niet van iemand anders opgewonden? Hoor? Ik gun het jou zo. Ik zeg, maar ja, dat heb ik ook bij jou. Zeg jij, een of andere gekleurd iemand, of waar je helemaal opgewonden van wordt, of een sportief type, weet ik veel. Doe het. Weet je wel, ik, ik wil het jou ook niet onthouden. Maar ja, daar, zover komt het dan ook wel weer niet. Oh ja, en zij heeft nog eens een keer zo'n tril ei geprobeerd, maar toen moest ik alleen maar heel hard lachen. <laughs> ja, het, het is me toch ook een onderwerp. Maar het is wel bijzonder, want. Dan maken jullie dus eigenlijk de afwezigheid van seks ook zo belangrijk? Soms, soms. Het komt nog wel eens, het, 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 het niet altijd door. Maar ja, we hebben sowieso een hele aparte relatie. Ik bedoel, we hebben 3,5 jaar verkering. We hebben nog nooit samen geslapen, bijvoorbeeld. Wij slapen niet in één bed. Want zij knarsetand, ik snurk. Ik heb twee burn-outs gehad, zij een burn-out. Iemand hoeft zich maar om te draaien, en die andere is wakker. Ja. Nou, dus vanaf dag één hebben we, we hebben nog nooit sa wel samen in bed gelegen, nog nooit samen geslapen. We wonen niet samen. We, we willen geen kinderen. Uh, we, de we delen een stuk leven, maar niet het hele leven met elkaar. Ja, misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Ja, maar aan de andere kant zou het juist daardoor ook uh, spannender, spannender kunnen zijn. Ja. Ja. He, want dan zie je elkaar dus niet ja. elke dag, dan, dan blijft er een bepaalde uh, afstand be, be, uh, bestaan, ja. dan blijft er een bepaalde interesse, nieuwigheid. Ja, maar ja, voor mij is houden van en seks, ja, ik weet niet of het zoveel met elkaar te maken heeft. Dat komen we straks nog. Oké, okay, stelling. Um, als een mens bewust met zijn seksualiteit zou omgaan, zou het een leven lang in transitie zijn. Oeh. Jij als spirituele man. Ja in Transitie dat het steeds verandert, ja, ja. Dat is het bij mij ook wel. Want tien jaar geleden was het enorm belangrijk, en nu staat het, denk ik, in de top 10, nog op acht of negen of zo. En is dat omdat het niet meer als vanzelfsprekend is, of is dat omdat je het daar zelf hebt gezet? Hmm. Nee, dit is toch een beetje natuurlijk zo gegaan. Mijn vriendin zegt ook: Jij hebt je voortgeplant. dus is logisch. Ja, we schelen ook elf jaar. Ik ben 46, zij is 35. Ik heb me voortgeplant, mijn dochter is 12. Het lijkt wel alsof dan al een soort van, nou, dat kunnen, kunnen we ook een vinkje achter zetten. De voortplanting heeft plaatsgevonden. Toch die ego. Ja, toch ego. ja. Nu gaan we maar. Eh, dikke auto heb ik ook al gehad. Kan ook een vinkje achter. Kijk, ik benader het leven ook een beetje als een soort avonturenboek. En ja, ik denk dat je op een gegeven moment. Kun je niet. Je kan toch ook gesext raken, of niet? Tuurlijk kan dat. Ja. Omdat je het ook. Ik bedoel, ik, ja, ik heb natuurlijk ook allerlei vormen van seks wel meegemaakt. A, seks die komt aanwaaien. Seks uit wraak hè, dat er een of andere vrouw ja? ja, nou ja, een vrouw ging mij appen die wist dat haar man was vreemd gegaan. Ik wil nu dat je naar me toe komt, want ik ga het betaald zetten. Ja, dan ben je een jongen van 30, Daar zeg, <laughs> okay. je, daar zeg je geen nee op. <laughs> ik heb ik heb dingen meegemaakt ook met een nou, de vrouw van een bekende Nederlander, zullen we maar zeggen. Ik ga geen namen noemen, maar met hem zetten deed we ze... straks wel even in de show. Ja, met hem deed ze het altijd met condoom hè? ja. En met mij wilden ze het per se zonder condoom doen. Alsof het een soort van, naar hem toe, een dikke fuck you was. Ik bedoel, seks wordt natuurlijk ook, ja, seks zelfs, maar seks wordt ook ingezet. in Als alle... machtsmiddel? Ja, als machtsmiddel, ja. ja. En daar heb ik, ik heb dat dus ook niet altijd even prettig ervaren. Ja, als, als jonge jongen duik ik duik tenminste overal maar gewoon in. Maar dat heeft me ook, ik heb een soort vertekend beeld van seks gekregen. Ik denk, als ik gewoon een jong meisje tegen was komen, een jaartje van 18... en ik was daar nu nog steeds mee samen... Dan was mijn beeld van seks niet zo vertekend geweest. Nee. Nee, want dan was het gewoon, nou ja, je doet het met elkaar. En ik, ja, als je allemaal rare avonturen op dat gebied hebt meegemaakt. Of raar, ja. Ja, ja raar. <laughs> raar? Ja, ja, wat is raar? Nou ja, gewoon wat ik net opnoem, die voorbeelden. Die schieten me natuurlijk niet voor niks te binnen. En ik denk, ja. Is het dan ooit zo bedoeld, seks? Maar ja, hoe is seks dan ooit bedoeld? Nou, ik neem aan voor de, als, ja, dat noemen ze toch make love, noemen de Amerikanen het make love. Liefdebedrijven. Ja, de liefdebedrijven en, en um, in dat dat iets intiem, intiems is, wat ook niet zo getoond wordt aan elkaar. Ik denk dat ik van nature gewoon ook heel preuts ben. Mijn vriendin heeft heel lang moeten inpraten dat ik überhaupt een keer meeging naar de sauna en dacht, ja, maar dan lopen ze allemaal in hun blootje. Zeggen ze, ja, maar ik zeg, ja, dadelijk, dadelijk word ik opgewonden. loop ik daar met een stijve, in de tijd dat ik nog een stijve kreeg. Loop ik daar met een stijve rond. Nee, dat gebeurt niet. Geloof me nou, dat gebeurt je niet. Ja, nou, ik er naartoe zat gelijk. Sauna is niks opwindends. Maar ik ben van nature best wel preuts, denk ik. Ik denk dat dat, misschien is dat nog wel de oorzaak. Dat ik zoveel op seksgebied gezien heb en meegemaakt heb. Dat ik denk, ja, dat past niet meer bij me. Nee. Hey, seks en intimiteit zijn hetzelfde. Oh nee, dat zeker niet. Nee? Nee. Nee, want intimiteit is natuurlijk ook, ja, wat jij ook in je podcast, uh, een podcast hebt horen vertellen. Lief briefje, aanraking, knuffel, cadeautje. Uh, dit soort gesprekken voeren kunnen zelfs al heel intiem zijn. Het is goed dat jouw man er nu bij zit. Oh, zou mijn vriendin, nee, mijn vriendin, ik neem ook al zo'n een podcast met mijn vriendin op. Ik denk als die dit hoort en die zou bijvoorbeeld weten dat jij vrijgezel bent, dus zou ze nog wel hier eens jaloers op kunnen worden. Dat zijn al intieme dingen die je met elkaar deelt, hè? En hoe zit het dan uh, met de intimiteit in jullie relatie? Ja, dat zit denk ik wel goed. Het is het, het een beetje af en aan. Omdat er ook wel. Ja, het is ook wel een vertrouwensissue. Mijn vriendin, ik wil niet te veel namens haar praten. maar die heeft wel aardig wat gezeik op liefdesgebied meegemaakt. En dat heeft haar vertrouwen in de liefde ook alweer een deuk opgeleverd. Ik heb natuurlijk ook best wel pijn ervaren door vrouwen die dan alleen maar geïnteresseerd waren in mijn visa -card. Dus ik, ik denk dat wij elkaar wel op dat gebied ontmoeten. Dat we weten, van, we, zijn, we zijn best wel heel voorzichtig zo van... oeh, dit, ja, dit is glad ijs waarop we ons begeven. Maar ja, dat van elkaar accepteren en begrip voor hebben... vind ik ook al intiem. Waarom moet zij veranderen voor mij? Waarom moet ik veranderen voor haar? Ja, ik zie daar niet echt het nut van in. Nee. Maar vinden jullie ook echt de verbinding in die intimiteit... Niet altijd, maar wel regelmatig. Ja, onze relatie is ook een beetje als een geintje begonnen. We waren bevriend. We liepen door de... Het ja, zijn anekdotes, dus ik vertel ze maar. We liepen door de bouwmarkt. En bij het hang- en sluitwerk begon ik haar ineens te zoenen. Oké. Okay. Ja, en dat was een soort van uh, bijna voor de gein. Ze zei, waarom deel je dat nou? Ik zeg ja, ik was me aan het vervelen. Dat moesten elkaar lachen. En toen kwamen we thuis. En toen begon ik haar nog een keer te zoenen. Ja, en toen is wel... Toen, het, is eigenlijk, het is vanuit vriendschap geboren bij ons. Dus ik vind ook, de goede basis voor een liefdesrelatie is gewoon een... Ik weet niet of je het met me eens bent, maar een hele goede vriendschapsband... En, en echt een, een, een diep vertrouwen in elkaar of zo, of een, een op elkaar kunnen rekenen, maar is het dan? Dan ben ik helemaal met je eens. Maar is het als het vanuit een vriendschap ontstaat, is er dan ook niet het risico dat die seksuele relatie, dus ja. daarin misschien wel een beetje te lijden heeft? Klopt ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk ook dat wij op de eerste plaats gewoon echt elkaars beste vrienden zijn. En daarbij, dus nog een stuk houden van. en nog wel een stuk aantrekkingskracht. Want als, uh, als we tongzoenen nog wel eens met elkaar. dan zeg ik ook tegen haar: Oh, ik voel wel wat gebeuren. zeg ik dan zo tegen haar. Nou, dan is zij weer blij. Want... <laughs> maar dan ja, komt het op de een of andere manier niet. dan op dat moment tot. iets: tot seks. Ja, of. ja, ja. ja het is iets geks. Blijf ik maar zeggen. Seks is iets geks. Seks Klinkt is goed. iets geks. Nou, seks is in ieder geval iets heel complex geworden. Ja, ook mooi. Ja. Want um, jullie zijn ongeveer 3,5 jaar samen. Ja. Dus ongeveer een periode van twee jaar geen seks. Ja, anderhalf, twee. We zijn vorig jaar aan Curaçao geweest. Ook niks gebeurd. Op dat gebied althans. Want dat dachten we ook van we moeten op vakantie met elkaar. Weet je Want dan, dan vliegen de vonken er weer vanaf. Nee. Nee. Maar. Um, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Want jullie zijn dus wel intiem. Jullie zoenen nog wel eens. Mm -hmm. um, is, 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 proberen jullie nog wel eens seks te hebben? Is het iets wat jullie beide niet willen? Of ben je bang voor de teleurstelling? Ja, dat speelt natuurlijk ook. En de laatste keer volgens mij... kreeg ik een hyperventilatie aanval. Ik heb natuurlijk twee dikke burn-outs achter de rug. En als je opgewonden raakt... gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè? Dan gebeurt er van alles in je lichaam. Ja, hoog in je adem... Dat speelt ook nog eens mee bij ons. Dat het, dat, het, dat het bij mij is stress natuurlijk een enorm thema. Mijn podcast heet niet voor niks. Leven zonder stress. En also wel zou ik hem leven zonder seks moeten noemen. Dat is het vervolgboek. Ja, zullen, we zullen we daar dan ook een podcastserie ja, aan wijden? Ja, dat is een goede, dat is een goede. Gaan we dat doen. Ja. Nee, maar de, deze is inderdaad speelt van alles. We hebben allebei de diagnose ADHD. Dus als wij met elkaar in bed liggen en er rijdt een brommer door de straat. Is ja, dan ben een, kwijt. Is een ben, van de ja. twee al niet meer, niet meer opgewonden. Dus. Wat moet je dan met oordeel op in gaan seksen? Nee, ik ben ook enorm gevoelig voor de buren als ze bij mij is en wij liggen te seksen. Denk je, ja, maar zo horen we ons hiernaast. Want jij hoort de buren ik ook? Ik hoor de buren ook, dus dat kan ook alweer niet. Dus daar is inmiddels natuurlijk zo'n scenario omheen verzonnen. Ik heb wel eens tegen de gezicht zullen we dan gewoon, als we nou gewoon op bed liggen, allebei dat je dan zeg maar samen masturbeert of zo, weet je, om gewoon weer eens mm -hmm. iets te proberen, maar. Iets te proberen, iets te, dat is een ja. van de meest intieme vormen van seksualiteit die oh, er is. Dus dat is niet iets. Dat is niet iets. Oké, okay, dus dat zie ik dan toch te klein. Ja, dat okay. is echt wel als je, als je je samen zo bloot durft te ja. geven. Dat is niet iets. Nee, nee, ik ben er ook bij mij een beetje achter gekomen. Het heeft ook, ik hoop dat ik van jou daar een ja aanbod op krijg. Het heeft ook met sexy voelen te maken. Dus wanneer voel ik me sexy? Dat is toch vaak bij mij gerelateerd aan als ik iets gepresteerd heb. Dus als ik bijvoorbeeld echt een gro grote opdracht heb binnengesleept of zo... Ja, dan voel ik me zelfvertrouwen, dan voel ik, voel ik me sexy, dan voel ik me man. En dat merk ik bij haar ook. Als zij een goede week op de werk heeft gehad, dan... Maar het, ja, op de een of andere manier komt dat niet zo gauw meer samen. Dat allebei daar je sterk genoeg voelen. En tegelijkertijd. Voelen. Ja, en op hetzelfde moment. Ja. ja. Ja, Maar allebei ook burn-outs gehad. Was dat ook een beetje gelijktijdig? Of in, in... Zij na mij, ja. Ik heb haar eigenlijk een beetje leren kennen. En toen kreeg ze een burn-out. En toen is ze ook wel veranderd in hoe ze, ja, hoe ze de wereld beleeft en zo. Maar gewoon allebei, dus ADHD'er, gevoelig. Uh, ze ze heeft ook wel eens tegen me gezegd: Ik ben nooit zo heel seksueel geweest. Ik heb natuurlijk een voorbeeld gehad van, van seks, ja. Ik heb mijn broer wel eens betrapt. Zou dat? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, nou ja, ik, je kan honderden en één oorzaken bij elkaar schapen. Maar uiteindelijk vind ik het wel een daad van liefde. Dat vond ik zo mooi dat jij dat ook in een van die podcasts zei. Waarom zou je dan meteen aan elkaar moeten gaan als, je, als, als de seks op een heel laag pitje staat? Nou ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je er samen oké okay in bent. Ja, ik heb het idee van wel. Het, het is niet, niet zo'n groot thema als we het nu uitvergroten. Maar er wordt wel over gesproken: van ja, wat zouden we eraan kunnen doen? Maar willen jullie er ook echt wat aan doen? Ja, hoe weet je dat? Of vind je het wel prima zo? Nou, dat is een goeie. Ja, want het is ook een soort van: kan ook een soort van help me, maar verander me niet. Ja. Nou, ik kwam bijvoorbeeld laatst. Zoals ik bij mensen thuis. De jongen zei: kijk eens wat ik heb. Het heet Cobra of zo, een van de pilletjes. Oh, ja, ik ja, kan maar... De ja, ja, ja. ja, hij zegt, nou, als je dat inneemt, jongen, ja. dan wordt het echt een, een, een kinderarmpje. wordt het. Weet je wel, zo wordt dan gesproken, hè. En dan dacht ik meteen, ik, mijn vriendin, meteen een foto appen. Hier, kijk wat die gast heeft. Ja, nul reactie. Ja, dan denk ik ook, ja, dan zal zij wel niet daar... Dan zal ze misschien wel denken van, ja, maar als jij dat moet nemen om met mij seks... Ik ga, je moet je al aan een, aan een pilletje, hallo... Je moet, misschien denkt zij wel, je moet van mij draaien. Ik weet het Ja, dat weet ik dan niet precies. Kunnen, jij, kunnen jullie daar samen oprechte gesprekken over voeren? Over alles? Maar dit is wel een onderwerp dat je denkt, ja... Dat vind ik toch ook... Je moet eigenlijk seks niet te veel over praten, maar gewoon doen, toch? Of... Uh, ja, maar aan de andere kant is ook... Hoe meer je over seks weet, hoe leuker het wordt. Hmm. En um, je, je, je komt meer te weten over elkaar als je erover praat. Dat is waar. Ja... Weet je, als er al die dingen in jouw gedachten spelen, <laughs> um, maar je uit ze niet, ja, dan blijven ze in je gedachten ja, dat zitten. dat waar. En je hebt de pech dat het brein is het belangrijkste seksorgaan wat er is. Ja, hè? je moet alleen weten hoe je het, het moet omgaan, gaan inzetten als je erotisch brein. Ja, oh, oké. Okay. En, en niet als je brein wat alleen maar bedenkt, nou gaat het lukken? Nou wil zij wel, wil ik wel, ja. voel ik me wel mannelijk genoeg, voel ik me wel sexy genoeg. Uh, ja, dat is natuurlijk niet heel opwindend. Nee. nee, ik denk bij mij, als ik bijvoorbeeld 5 of 10 kilo zou afvallen, dat zul je ook vaker horen, dan zou ik me ook weer wat, wat hè, want ik zie natuurlijk ook foto's van mezelf. Ja, man had voor deze podcast een foto voorbereid van, van 15 jaar en 15, 10 kilo geleden. Ja, natuurlijk als die foto's zie, denk ik, ja, ik snap wel waarom ik in die tijd meer seks had. Want ik was ook gewoon opwindender voor de ander en ik voelde mezelf ook zelfverzekerder. Dus het heeft ook heel veel met gewicht te maken nou ja of gewicht of hoe je jezelf bevoelt ja hoe je jezelf daarbij ja. voelt ja want je blootgeven dus dat je letterlijk zegt is, dat is natuurlijk nogal wat ja. ja maar merk je dat jij daar last van hebt ik begin er wel wat meer last van te krijgen ja omdat er ongemerkt natuurlijk ieder jaar weer een kilootje, kilootje bij komt. en dan nu met die corona die corona kilo's die er weer aanvliegen hè? Eh, ja en en eten wordt ook vaak een soort ja ik bedoel, eten is nog steeds lekker. Maar je doet niet naar seks. Het lijkt wel alsof die twee ook nog een soort verband hebben met elkaar. Ja. Ja, want dan neem ik hem alweer chocola mee voor mijn vriendin. Omdat ik weet dat ze daar helemaal gek op is. Maar dan zegt ze ook tegen mij: van ja, maar je zit me de hele tijd die chocolade voeren. Dat wil ik helemaal niet. Ik zeg: ja, maar ik zie wel dat je blijven wordt. Ja. Snap je dat je bijna een soort. Je gaat een bijna surrogaat seks zoeken in cadeautjes. Iets om haar behoeften te vervullen. <laughs> ja, 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 ja. Ja, maar. Zou, zou, zou zij die behoefte nog hebben? Over, als het aan gaat om seks? seks? Ik ja. weet het niet. Dat zou ik gewoon eens aan haar moeten vragen. Maar het zijn natuurlijk vragen die enorm impact kunnen hebben. Hè? Wat? Nou ja, dat, dat kan wel tot gevolg hebben dat iemand gewoon keert zegt nee. Nee, maar dat, verand, dat antwoord zou niet heel veel veranderen aan jullie huidige situatie. Nee, klopt. Maar dan zou je wel. Dan, kijk, nu kun je er nog een beetje stiekem omheen dansen. Zo van ja, het heeft allerlei oorzaken en het komt misschien wel weer. en... Het ligt, het, ligt niet aan, het ligt niet aan jou, het ligt niet aan mij, het ligt aan de situatie. Maar dat kan het nog steeds dan liggen. Ja, Oké. Okay. Er hoeven geen consequenties aan verbonden te worden dan. Nee, het kan, het kan misschien alleen maar meer duidelijkheid geven. Okay. Nou, misschien moet ik dat vanavond gewoon eens vragen dan. Nee, maar als... Um, want, want ook al zou ze dus zeggen van... nou, eigenlijk heb ik daar helemaal niet zo'n behoefte aan... Um, dan kan het nog steeds zijn... doordat daar een voorgeschiedenis van burn-out is... doordat ja. er gewoon uh, van alles en nog wat speelt. Ja. Dat kan nog steeds. Ja, absoluut. Ja, het is een lastig iets. Kijk, dit is wel heel persoonlijk, maar. En Vinne beweert het volgende. Ze het, het heeft het gezegd, dus ik kan het hier wel herhalen. Mijn dochter weet pas drie jaar dat ik haar biologische vader ben. M mijn dochter is, is, is zeg maar, ja, hoe noem je dat dan? Wel gewenst, niet gepland, hè? Mm -hmm. In 2008. De, de moeder van haar die zei tegen mij op die avond... Kan ik kan me nog goed herinneren, ik kan absoluut niet zwanger raken. Ik heb verkleefde eileiders. Iets. En ja, ja, je weet wat dat is. Kan niet. Nou, gebeurde toch. Nou oké, okay. best wel een impactvol gebeurtenis. Hè? Want je wordt ongewenst, of niet ongewenst, maar ongepland vader. Zij heeft vrij snel daarna een andere vriend gekregen. Zij heeft er nu ook een gezinnetje mee. Dus we hadden gewoon de afspraak. Ik ben ome Patrick. Ik kom gewoon af en toe langs. Ik doe wat leuks met haar. Maar uh, haar veilige haven is thuis. Vader, uh, het is die vader dus, maar gewoon vader. En heeft nog een zusje erbij gekregen. Helemaal prima. Toen ze een jaar of negen was, was de afspraak van ja, we gaan het haar toch vertellen. Vind je dat goed? Is goed, ik kom er wel bij zitten. Maar mijn vriendin beweert dus dat dat iets enorms met mij gedaan heeft. Sinds zij dus weet dat ik haar biologische vader ben, zegt ze, is bij jou je seksdrive. Helemaal naar nul gedenderd. Ja, ik zie het verband niet 1, 2, 3. Want ja, wat, 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 wat is dan het verschil? Maar nou ja, dat, dat is wel nog een van de scenario's die, die dan zo wel eens besproken wordt. En waar ik van denk, ja, misschien weten een seksuoloog daar wel. Heb je dit eerder gehoord, dit scenario? Um, nou ja, um, het, het is natuurlijk al een beetje lastig om, om, om alleen op deze. Informatie. Informatie, dan daar ineens uh, hypotheses over te gaan stellen, um, maar het kan natuurlijk ergens impliciet zijn: van oh ja, maar maar seks is dus een soort van um, risicovol ja, want dus seks er zit dat, spanning op ja, dus met seks daar kan je dus ja. ineens uh, kinderen van krijgen. Ik heb de eerste paar jaar daarna ook tegen iedere man die ik sprak, zeg wat je ook doet, kom niet klaar in een vrouw en dan keken mannen me ook echt zo aan. Hoe. Waar komt dit nou ineens vandaan? Vre, mijn vriend Paul Smit, die zegt dat nog altijd. Dat doe ik al elf jaar aan een podcast mee. Hij zei altijd tegen mij: wat je ook doet. Kom nooit als je seks hebt. kom, no kom Alleen op of ernaast, maar niet erin. Ja, nee, ja, dat, is ook, dat is ook wel een ding, ja, voor een man. Ja. Maar is, is jouw leven veranderd in, in de afgelopen drie jaar? Ben jij ineens, zeg maar, een vader geworden? Een mm, ietsje. Maar. Zij noemt mij nog steeds gewoon Patrick. En want ik heb, heb ook afgesproken, de gezinssituatie blijft hetzelfde. Dus nee, het is niet zo dat ik nu ineens die vaderrol enorm ben gaan. Uh, misschien dat het nu pas tot me doorgedrongen is. Een man kan natuurlijk dingen lang blokken, maar. Nou ja, en als het er niet is en als je er geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen, dan is dat natuurlijk prima. Ja. kan dat ook. Maar het wordt natuurlijk een stuk echter als zo'n als, als, als kindje dan ineens hoort dat jij. De, de biologische vader bent. Vader ja. Bent, ja. Ja, dat is, dat gebeurt, dat, dat, bij het leven is toch een aaneenschakeling van gekke gebeurtenissen... als ik het zo allemaal bij elkaar optel. Maar ik vind dat ook wel weer leuk. Ja. Het is typisch ADHD natuurlijk ook. Ja. En ADHD is ook dat je gauw verveeld raakt. Ik bedoel, daar weten, mijn vriendin en ik hebben het daar natuurlijk ook al over... dat, dat ja, je raakt gauw afgeleid, maar je raakt ook gauw verveeld. Dus misschien is dat wel de prijs van een ADHD-brein hebben... dat je gewoon ja, weet van ja... Je hebt ook seks met dat ADHD-brein. Ja, precies. Dat zet je niet eventjes uit. En sommigen hebben daarin een soort van de mazzel dat ze in de hyperfocus raken. Oh ja, ja. Uh, maar anderen hebben de pech dat ze dus helemaal niet bij kunnen. Nee, breken. nee, dat je je bent zo afgeleid en. Maar ja, bedoel. Het is natuurlijk niet alleen maar seks wat de klok slaat in een leven, gelukkig. Dat schijnt, dat schijnt. Hey, maar dan ben ik wel benieuwd. Want jij ja. hebt, bent natuurlijk een, een, een hele spirituele reis gaan maken. Daar ben jij je in gaan verdiepen. Al tien jaar, ja. Al tien jaar. Nou, dat, dat, dan maak je wel een reis. Hm. Um, wat, wat is daarin met jouw seksualiteit gebeurd? Nou ja, ik heb natuurlijk die, deze vraag die ik aan jou stel, heb ik ook met aan spirituele leraar voorgelegd. En er zijn er toch een paar die zeggen, nou, dat is een heel goed teken dat jij geen zin meer hebt in seks. Oh, wauw, want? Ja, want dat heeft iets te maken met je ontwaken. Oh, dan ben je dus dat, ben dan je ben je dat niveau overstegen. Ontstegen, ja. Dan zeggen ze ja. één man heeft het over de negen gaten bevrediging. Zegt leg maar dat eens uit. Zegt hij nou tel maar eens even: twee neusgaten, twee oren, twee ogen. Dan heb je er al zes. Je poepgaatje is zeven. Je mond. Uh, je mond is acht en je plasser is negen. Negen gaten bevrediging. Hij zegt, dat is waar de gemiddelde mens de hele dag mee bezig is: kijken, luisteren, eten, duwen, seksen, weet ik. Hij zegt: Nou ja, dit is een teken dat jij, dus een beetje dat lichaam, gewoon de functionaliteit van het lichaam, nog wel ziet. maar dat je er niks meer uit probeert te halen. En ja, daar kan ik wel wat mee. Dan, als jij er wat mee kan, dan, dan is dat nog, toch functioneel. Dan is dat helemaal fijn. Het is een rusthelling. En ik, al, al hou ik mezelf enorm daarmee voor de gek. Het, het zou wel waar kunnen zijn. Ik bedoel, hè, al die spirituele verlichten, die zijn dat allemaal ontstegen. Alhoewel je natuurlijk wel een paar goeroes hebt die hem nog steeds, waar ze de kans krijgen, inparkeren. Maar. Ja, ik, het geeft wel ook weer rust. Ik bedoel, dat seksen is nou eenmaal... Ik vind dat toch ook... Het wordt ook overrated in de zin van alsof het het hoogst haalbare op aarde is. Dat is het toch niet? Nee. Ik bedoel, inderdaad een goed gesprek voeren. Lekker lief, liefdevol met elkaar omgaan. Lachen. Als je mij de keuze zou geven tussen een goede grap en een, of nooit meer lachen of nooit meer seks. Nou, dan weet ik het toch gauw wel wat ik kies. Ja, ja lachen natuurlijk. Hebben en ja, seks wel niet hebben, meer, ja. geen seks hebben, ja, maar zou dat uh, 20 jaar geleden ook zo zijn? Nee, geweest? nee, 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 toen was het het hoogst haalbare. Toen was het natuurlijk, uh, ja, ik wil niet zeggen pakken wat je pakken kan, maar maar zit daar dan Want, want wat ik dan een beetje spannend vind daarin hè, is, uh, want ik. Ik begrijp heel goed dat je je als mens ontwikkelt en in je twintiger jaren, zeker als je in de belangstelling staat, zeker als je de, de, de aandacht krijgt, dan, dan zijn vrouwen en dan zijn seks zijn daar gewoon een, een wezenlijk onderdeel van, jou, van jouw leven. Uh, op het moment dat je dan ouder wordt, nou, dan wordt dat minder relevant ja. um, en wordt dat minder belangrijk. Maar is het dan inderdaad dat je voor jezelf een bepaald punt ontstijgt? of zit daar een stuk in van, um, nou ja, ik, berusting en misschien kan. wel een soort van, nou ja, het is er niet, dus laat me maar daar bij me neerleggen, dan heb ik er ook iets minder last van. Ja, of het is er al zoveel geweest. Ik, ik durf ja. best te zeggen dat ik misschien zelfs al een beetje seksverslaafd ben geweest. Ja? Betaalde liefde ook gedaan. Ja, betaalde liefde? Ja, noem ik het dan maar even. Betaalde seks? Bedoel ja, je dan? is dat ja. geen liefde? Nou, weet niet. Als nou, ik aan noem... liefde denk, denk ik toch ja, meer ja, iets aan een, aan een partner. Nou ja, zo. betaalde liefde waren dan misschien die relaties... waar ik iemand met cadeautjes <laughs> voor me probeerde te winnen. Nee, ja, ik heb het natuurlijk op allerlei niveaus wel onderzocht, gezocht. Um, ja, het is ook een beetje verzadigd. Kan dat ook? Dat, dat kan, kan ook zeker. Als jij toch de, iedere dag slag om taart gegeten hebt... op een gegeven moment komt slag om taart je toch gewoon je neus uit... Ja. <laughs> en ik weet dat dat misschien niet zo gezond klinkt... maar ik vind het daarom vind ik knap dat jij DJ Jean gesproken hebt... dat hij nog steeds zo potent is. Denk ik denk, jongen, wat heb jij niet allemaal, allemaal uitgespookt? Ja, maar voor hem is... Hij ziet, um, hij ziet seks echt als zijn hobby. Dat vindt hij oh. zo leuk. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat ja. is, dat is ja. zijn hobby. Ja. Dat is niet muziek maken, nee. nee. Dat seks. is seks. Ja, maar op een gegeven moment ken je het toch wel? Wil zoveel standjes zijn ja, er ja, Met niet. zoveel verschillende partners. Het is natuurlijk met elke partner is het weer anders. Ja, dat is waar. Ja, misschien heb ik op seksgebied ook wel gewoon dingen meegemaakt waar ik liever niet meer aan terug wil denken. Dat kan ik ben niet verkracht. maar... Ben je, ben je een beetje getraumatiseerd door, door seks en, en de, 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 de vrouwen daarbij? Nou ja, wel, het heeft natuurlijk ook wel zeer gedaan. Ik bedoel, als man kun je ook voor seks gebruikt worden, Absoluut. toch? Absoluut. En in die relaties, ik, ik kan me mijn sekspartij nog herinneren. De eerste keer dat ik naar bed ging met een vrouw uit Amsterdam, blonde vrouw, ik zal haar naam niet noemen. Ik heb daarna een soort knipperlichtrelatie met haar gehad. Ik ben altijd wel een beetje van het aftasten. Dus ik. Ja, ik hoop dat het niet te beeldend is, maar ik, ze liggen in bed. Ik lig bovenop haar. Ik moest nog even acclamatiseren. Wat denk je wat zij roept? Ja, bewegen! Weet je wel, Als je alsof je een of ander robot bent die zij in huis gehaald heeft... die even aangezet moet worden. Hé, hey, geef mij eens voldoening, geef mij eens plezier... Ik denk dat ik dat misschien ook wel iets te veel heb meegemaakt. Dat ik gewoon werd ingezet als een soort van, net zoals ik net vertelde... van die getrouwde vrouw, als een soort wraakmiddel. Dat ik ingezet werd als een soort bevredigingsmiddel. Was, was jij daar dan zo ontvankelijk voor? Ik blijf zeggen, als je een mooie blonde vrouw... dat je willoos bent op dat moment. Zeg dan nogmaals nee. Ja, maar toch lijkt het niet helemaal... Um, de, jij was degene, jij was de bekende Nederlander... Bekendere naam. Bekendere ja. naam. Ja. Dus dan zou je eerder denken. Andersom. Hè, dat het andersom zou zijn. En niet dat men daarin gebruik zou maken van nou, jou. Ja, nee, ja, Of dat gaat misschien hand in hand. Dat zou natuurlijk ook. Een soort kunnen. karma misschien. Dat ik ook Ach. wel. Ja, ik heb natuurlijk andersom ook wel. Maar andersom is het ook veel gebeurd hoor. Ja, en dan voel je je daarna ook vies. Of een soort gebruikt. Of, uh... Ik weet zelfs dat er een vriendinnetje was. die had een soort trauma op, op orale seks. En die, die vond mij wel. Interessant, maar ook weer niet heel erg. Maar die ging met mij een soort van uitspelen van... nou ja, oké, okay, leer jij me dan nou eens even hoe, dat, hoe ik dat dan goed moet doen en zo? Toen werd ik een soort proefobject. Kan ik wel nog wel reden. was ik een jaartje of denk ik dertig of zo. Dan moest ik haar leren hoe dat dan moest of zo, weet je wel? Ja. Maar goed, ik noem nu... Ik heb natuurlijk ook wel voorbeelden van denk dat het wel klopte. Maar seks heeft bij mij inderdaad nooit 100% geklopt. En, en relaties? Want jij hebt meerdere... Um, uh, relaties gehad. Ja. Um, uh, had jij dat zo ooit voor je gezien? <laughs> Hoe bedoel je? Nou, dat, je, dat jouw leven zou bestaan uit, uit verschillende relaties. Of had jij gedacht, ik uh, kom begin dertig, kom ik een partner tegen, dan ga ik een gezinnetje mee starten. Ja. Nee, maar daar was ik ook veel te onrustig voor. In die radiotijd, weet je, er wordt zoveel aan je getrokken ja. en van je gevraagd, dat je bijna niet de rust hebt om, om uh, een fatsoenlijke relatie. Uh, Liefdesrelaties combineren met een echt een enorme carrière in de media, nou, ik geef het je te doen. Nou, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Bet je af, ik heb wel eens dagen dat ik inderdaad van het ene interview naar het ja. andere moet. Ik word helemaal helemaal ja. hondsdol van. Het is, het is bijna niet te combineren. En het verandert ons met alle verleidingen die op de loer liggen en de aandacht die je krijgt. Ik bedoel, als je op de radio iets roept, komen er ineens duizend appjes binnen. Dan krijg je lekkere stofjes van in je kop. Hè? Sta je weer op een podium voor 20.000 man, de Dam en de Amsterdam? Het is niet gek dat als je de dag daarna een appje krijgt van je vriendin, ja, dat dat iets minder lekkere stofjes oplevert of zo, of dat het, minder, het... minder ego -strelend. Ja, of het is die dopamine is weg of die is op of zo. Ik heb een tijdje ook bij een artiestencoach gelopen, Daisy Gubbels. Die heeft me dat ook helemaal uitgelegd. Die zegt: Ja, Roem is net zo verslaan als heroïne. Ja, werkt op hetzelfde ja, systeem met de ja. dopamine, serotonine. Ja. Dus dat al dat die aandacht... samen met 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 liefde, hè? ja. Oké, okay. nee maar mijn vriendin, mijn vriendin zei ook letterlijk tegen haar ouders toen ze mij leren kennen, google hem maar niet. Want dan krijg je een enorm verkeerd beeld van hem. En ze zei ook, ik vond je altijd maar een eikel op de radio. Om het te zeggen, ik was, toen was ik blij. Ik denk, och die is in ieder geval niet bij me. Omdat ze denkt, goh kijk dan kan ik eens laten zien wie er... Maar dat hoor je toch van heel veel echt bekende mensen, Gordon en zo. Die ook niet echt de liefde kunnen vinden, omdat heel veel mensen om de verkeerde redenen ja. met hun omgaan. En als ze dan iemand vinden die wel best wel oké okay is of oprecht is... dat de buitenwereld er dan zoveel van vindt. Ja, en dan komt het weer onder druk te staan, onder een vergrootglas. Dus ja, het is een offer. Ik denk dat het daar ook veel mee te is, maken heeft. Is dat heeft. echt een offer? Is, breng je dat offer als je in de media wil werken? Ik in ieder geval wel. Ik denk dat mijn liefdesrelaties langer stand hadden gehouden... als ik dat niet gewe gewend was geweest. Al die aandacht en al die druk ook. Is, is er iemand bij geweest waarvan je... In, in retrospect en dan even niet zeggen dat je huidige relatie... dat je je die ervoor hmm. op zou geven. Um, maar die je in retrospect langer in je leven had willen hebben. Hmm. Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk dan toch terug aan mijn eerste echte... Ja, mijn eerste echte vriendin was een Vlaamse. Ik heb nog steeds een zwak voor Vlaanderen. Die Vlaamse vrouw. Maar ik heb natuurlijk ook, ja, als je onzeker wordt... Ik, ik ben heel onzeker op liefdesgebied begonnen, zomaar zeggen, weet je wel. Ik had ook echt het idee, mijn hele hebben en houden hangt daarvan af. Als je, als je heel gevoelig bent, beleef je dat soort emoties natuurlijk ook enorm. Hè? En De als liefde. je ADHD hebt, dat... dan heb je natuurlijk geen filtertjes nee. naar binnen en naar buiten. Dus het komt allemaal binnen. Oh, ik, denk dat ik, ik denk dat ik nu pas een gezonde liefdesrelatie kan hebben, eigenlijk. Omdat er wat meer filtertjes zitten, omdat het wat milder is. Ja, gelijkwaardigheid gewoon. Ondanks het leeftijdsverschil. Bij mij was het toch altijd zo. Of ik stond hier en zij stond daar. Of zij keek enorm tegen mij op en ik stond iets hoger. Ja, ik, dat vond, uiteindelijk lijkt me dat toch niet een prettige basis voor een liefdesrelatie. Dat je, ja, het hoort toch gelijkwaardig te zijn. Dat het af en toe een beetje zo doet, oké. Okay, dat maar, houdt elkaar in balans dan. Ja, maar ik hoor ook wel eens het verhaal zeggen. Nee, er moet juist tussen jullie frictie zijn en, en, en hoger, lager. Want dat resulteert juist in goede seks. Zeggen ze me dan. <laughs> ja, ja dat, is, dat is een beetje hoe je het uh, bekijkt en welke theorieën je, je volgt. Um, want sommigen inderdaad, die kunnen heel goed uh, ruzie maken en die kunnen ook heel goed seksen. Uh, maar ruzie maken is lang niet altijd goed voor je relatie en nee. de veiligheid en de verbinding. Nee, en dan heb je, als je bijvoorbeeld goed maakt seks hebt, moet je jezelf ook heel goed afvragen. Van, ja, maar um, voelt het zo goed omdat je zo opgewonden bent? Of voelt het zo goed omdat de angst om de ander te verliezen minder wordt? Nou. Ja. Ja, dat, ja. Ja, bindingsangst en verlatingsangst is natuurlijk ook een enorm thema. Ook ja. denk ik wel bij mijn vriendin. Bij mij misschien eerder nog de... Ik weet niet, is er een verschil tussen bindingsangst en verlatingsangst? Of is het gewoon hetzelfde? Nou, bij bindingsangst dan ga je dus al de verbinding niet aan. Bij verlatingsangst ga je vaak wel sneller de verbinding aan. Maar ben je daarna dus heel erg bang om hem kwijt te raken. Ah, ja. Dus bij de ja, dus stagneert het al bij de voordeur. ja. ja. Ja, dan kom ik toch weer met mijn spiritualiteit om de hoek zeilen. Kan iemand anders wel van jou zijn? Dat vond ik ook altijd zo raar. Ja, maar wanneer is iemand van jou? Ja, precies. Nou ja, maar zo die liedjes gaan er toch allemaal over. I can't live as living is without you. You complete me. Blijf bij ja, mij. Maar goed, dat is ook een beetje de romantiek. En, ja. en daarin is de romantiek is eigenlijk een beetje funest voor, voor de ware liefde ja. en oprechte ja. liefde. En, en, en echte relaties. Want die zijn vaak helemaal niet zo romantisch. Nee. Nee, maar echte liefde zou toch mogen zijn dat jij ieder moment van de dag in principe gewoon weg zou kunnen gaan. Dan zou ik toch nog van jou moeten kunnen houden. Dat moet toch wederom niet aan voorwaarden gebonden zijn. Nou, maar het is toch ook wel zo dat, uh, dat je van mensen hoort: van ja, um, mijn, mijn, mijn uh, partner was, is niet meer gelukkig, was niet meer gelukkig. En ik hou zoveel uh, van, van diegene. Dus ik, ik heb er laten gaan. Ga in maar. Liefde. In liefde ja. iemand laten gaan. Ja. Ga ja. maar uitzoeken wat je nodig hebt. En, en als je besluit om terug te komen, dan ben ik hier. Ja. Ik denk dat dat wel echt een onderdeel van echte liefde is. Ja. absoluut. Iemand durven los te laten. Ja, en elkaar ook niet echt nodig hebben. Snap je wat ik bedoel? Vertel. Nou ja, als jij toch. Als ik niet 75% ben zonder jou. Dat vind ik al raar. Eigenlijk zou ik zou toch gewoon 100% moeten zijn zonder jou. En jij bent ook 100%. En samen komen we, en dan zijn we samen 200%. Ja, maar dan heb je dus inderdaad het verhaal van je bent gewoon twee individuen. En je komt samen. En er is een, een, een overlappend stukje wat jullie verbindt. Ja, ja. Maar je blijft twee individuen personen. Ja. ja. Ja, dat is wel een beetje wat mijn vriendin en ik aan de hand is. Zij is heel zelfstandig, ik ben heel zelfstandig. Ik ben misschien ook nog wel meer de vrouw in de relatie dan zij. Zij is meer tomboy type, daar viel ik altijd al op. De tomboy-achtige vrouw. De, de ze zit ook onder de tatoeages. En ze is, weet je, zij, zij zou nog eerder een band verwisselen dan ik. <laughs> ja, dat speelt bij ons ook. Wat dat betreft past we wel bij elkaar. Want ik heb een wat gevoeligere, vrouwelijkere kant. Dus we vullen elkaar wel aan. Ja. Ben jij uh, sinds je burn-out gevoeliger geworden? Ja, absoluut. Nog veel meer. Ik slaap met op. Ach, je moet met eens in bed zien liggen. Ik slaap met op, zo'n Gordonmaskertje. Ja. Slaapmuts op verzwaringsdekens. Waarom een slaapmuts. Ja, vind ik lekker. <laughs> vind ik lekker warm. <laughs> Dat voel je het zo tochtig. Ik heb niet meer zoveel haar, hè? Maar goed, verzwaringsdekentje. Ja, ik licht er, er heel erg erotisch Super bij. Super sexy bij. Nee, niet dus. Met nog nee. een half trainingspak aan. en ja, Dus slaap is mij sowieso heilig. En hoe uh, kwamen we op dat onderwerp? Of je gevoeliger bent voor oh, ja, sinds nee, de burn-out. Ben ik dus, ja. De deurbel staat altijd uit. Ik, ik, uh, ja, ik, ben, ik, heb die ik heb 40 jaar en 20 jaar gestopt bij de landelijke radio. Dus ik, ben, ik heb dit systeem enorm uitgeput. Laten we het zo maar zeggen. Ik heb echt. Je echt roofbouw gepleegd. Ja, gepleegd. En daar betaal ik nu op bepaalde gebieden inderdaad wel de prijs voor. Dat zal het op seksgebieden ook wel zijn. Want ja, wat jij ook al eerder in ons gesprek van Leven stress zei: dat seks staat niet voor dit lichaam op nummer 1. Als, als het ding stress heeft, of het, dan gaat het eerst om de overleving natuurlijk. En, en, uh, en zorgen dat er voedingsstoffen inkomen en zo. Dus ja, ik, ik denk dat dat bij mij ook al aan de hand is. Ja, dat dit lichaam op een gegeven moment besloten heeft... van hey jongens, het is, ja, het is mooi geweest. Ga je ja. energie maar in andere dingen stoppen. Ja, ja, ja. ja dat kan. Ja. Dat klinkt misschien triest. Maar kijk, ik zeg ook, ik ben al op mijn 42e met pensioen gegaan. Misschien had ik dat niet zo hardop moeten zeggen. Maar ja, dan ben Want? Je... Nu kan je niet meer terug? Nou ja, misschien ook ben ik ook wel op, op pensioen, met pensioen gegaan op seksgebied. In de zin van, als je dat hardop tegen jezelf zegt... dat doet wel iets met een mens. Dan ben je 46 en dan... Ja, ik denk ook echt als ik gewoon een normaal leven zou hebben, een vaste baan, vaste kaartclub, voetballen op zaterdagochtend, dan was er ook meer seks. Maar, maar is dat dan niet iets waarvan je zegt, nou, misschien moet ik dat moet je dat weer met het meer gaan doen? Ja, weet ik. Ja, ik voel dan niet zo de noodzaak toe. Omdat ik mijn leven nu ook zo leuk vind. Maar dan moet je het veranderen. Nee, nee, toch? Ja. Ik neem het maar gewoon op de koop toe. En ik denk natuurlijk soms... Nou, ik, ik kan ook wel eerlijk zijn. Ik ben wel in de verleiding geweest. In de zin van dat ik andere vrouwen zag. Ik denk als ik, als ik ondanks de relatie heb. En vaak word je nog interessanter voor andere vrouwen dan. Die denk ik ga eens wat proberen bij hem. Maar ook niet. Dat ik dacht, ja maar... Waarom zou ik dat? En sowieso het eerste, dat vond ik mooi voor mezelf, het eerste wat ik dacht. Ik denk, ja, wat doe ik haar aan als ik hier nu op in zou gaan? En dan kom ik weer met dat ik seks toch een egoïstische daad vind. Zeker als je het buiten de deur gaat zoeken. Ik bedoel, dan, wat, wat is dat dan? Dan. <laughs> ja? Ik wou zeggen, ik denk dat dit een, een mooie laatste reactie ja. is. Ja, sorry, ik heb gewoon niet meer zoveel met seks. Ik... Nee, maar dat mag en dat is ja. je goed recht. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat mensen dat, dat ook eens horen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die merken dat seksualiteit ja. minder belangrijk wordt. Ja. Dat, is, dat is toch ook logisch? In het begin is dat het hoogst haalbaar als jongen van 14, 15. En dan ben je 30 jaar verder. Ja, ik, ik vind het ook een beetje gênant mensen die dan 55, 60 zijn. iedere week naar de parenclub. Ik, bedoel, ik zie het daar mijn broer, die, die is heel vaak naar de parenclub geweest. Ik denk jongen, 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 wat zit je er? Ga je daar naar zoeken bij die parenclub? En kan hij je daar een antwoord op geven? Ja, dan. Hey, ook ADHD, hè. dus spanning, een sensatie. Ja, weet je wel. Prikkels. Prikkels, andere mensen. Ik denk alleen maar: gadverdamme, zit je met z'n allen in een blootje in een bubbelbad daar? En ik ken die mensen helemaal niet. Wie weet dat ze zich al drie weken niet gewassen hebben. <laughs> ja, ja. Sorry, te, <laughs> te verbeelden. <laughs> Ik ben ook helemaal niet visueel ingesteld. Oké, okay, dus, uh, hey, wij gaan uh, dan deze uh, aflevering afronden ja. met deze zeer, zeer visuele beelden. Maar wat is je advies nu aan mij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat, wat moet ik doen? Gewoon doorgaan zoals ik doorga? Of er nog meer over praten? Of... Nou, ik denk dat het wel goed is als jullie samen daar in het gesprek. Uh, aan kunnen gaan en misschien dus niet eens zozeer in, in het stukje van we moeten hier wat anders uh, van maken, van die mm -hmm. seksuele relatie, maar in ieder geval volledig er oké okay mee zijn dat het is zoals dat het ja. is. Want dat zegt die spirituele leraar wel, die zegt ook tegen mij, uh, een heel goede ontwikkeling dat je geen zin meer hebt in seks, mits je met iemand samen bent die er ook zo over denkt, als je aan haar merkt dat het haar angst geeft, doe het. Zeg je dan tegen me? Dan doe je <laughs> Gewoon doen. doen. Gewoon doen. Je doet het dan om haar gerust te stellen. Ik denk, oh ja, nou ja. Ah. Dus dan moet ik ja, dan, nou ja, toch kom... dat gesprek aangaan. Toch dat dus. gesprek aangaan. Vragen of het haar angstig maakt. Ja? Ja, ga ik doen. Dankjewel voor je openhartigheid. Jij ook. Oh, en ik hoop uh, dat het ook anderen helpt om uh, hun eigen seksualiteit een beetje vorm te geven. Ik hoop het ook. Helemaal ja, goed. Dankjewel.